Theo, heb je vaker twee keer in een wedstrijd gescoord? Nee, het is alleen bij Aldo gelukt. Ook tegen Jong Genk kwam ik twee keer aan het scoren in de oefenwedstrijd. Nu weer twee keer, dus deze grasmat doet iets met mij, ja. Oké, en een belangrijke ook nog vlak voor rust. Ja, klopt. Ik denk dat we de eerste helft heel dominant voetbal spelen. Dus we verdienden echt wel de voorsprong. En dan is het mooi als je die twee net voor de rust binnen trapt. Dus dan ga je met goed gevoel de kleedkamer binnen. Ik ben toch benieuwd, hoe kijk jij nou aan tegen het tegendoelpunt in de vierde minuut, recht door het midden, tussen de twee centrale verdedigers door. Hoe kijk jij naar die situatie? Ik denk misverstand tussen Kursat en Daniel, waardoor de middenvelder aan de bal kwam en de spits in mijn rug wegliep. Dus ik denk dat we alle drie iets beter positioneel konden staan. Goed, dan begin je heel slecht aan die wedstrijd, maar dan eindig je nog met een 4-1, dus dat is wel positief. Ja, dus de tweede helft hebben jullie het helemaal goed opgepakt. Jullie hebben weinig kansen weggegeven. Ja, dat is ook heel belangrijk. Dat is wat de trainer ook wilt. Een compact elftal, weinig kansen weggeven en in de tegenaanval gewoon ons ding doen waar we op trainen. Ik denk dat we heel veel tactisch trainen om die linies kort bij elkaar te houden. En ik denk dat je vandaag wel gezien hebt dat goed gelukt. Het viel me op dat de communicatie tussen jou en Daniel erg goed was. Jullie gaven goed aan met overnemen hoe je dat moest doen. Ja, er wordt heel veel op getraind. Elke dag zijn wij daarmee bezig. Ik denk dat Daniel ook een ervaren verdediger is die mij kan helpen ook vanachter. Dus ik denk dat we elkaar heel goed aanvoelen en precies weten wat we moeten doen. Ja, wat me opvalt is, je hebt over je collega en ervaring. Maar jij was bij je vorige club MVV aanvoerder. Ja. En nu niet. Nee, nu niet. Nee. Hoe zie je dat? Ja, het is natuurlijk een nieuwe club. Dus ik kan niet gelijk de aanvoerder zijn van een nieuwe club. Maar goed, ik heb bij drie jaar bij MVV gespeeld, alles gespeeld. Veel ervaring opgedaan daar, ook als aanvoerder. Dat heeft mij ook geholpen in mijn individuele kwaliteit om die te verbeteren als leiderfiguur vanachter. En goed, nu met Daniel die ook al 29 is. Ik denk dat wij een goed duo vormen om centraal hier de boel te sluiten vanachter. Maar aanvoerder zijn is niet voor jou een doel of zo, om dat te willen worden? Oh, het is altijd leuk om aanvoerder te zijn natuurlijk. Maar goed, dat is nu niet aan de orde. En wie weet kan ik me opmerken naar aanvoerder zijn. Ik heb nog 3 jaar contract, dus wie weet met mijn derde jaar of tweede jaar. Jullie ADO Den Haag is veel beter gaan spelen. Met name doordat er wat routine bijgekomen is, wat oudere spelers. Je bent niet bang voor je plek. Dat er nu weer oudere spelers terugkomen, dat ze op een gegeven moment jouw plek gaan overnemen. Nee, het is natuurlijk goed dat er concurrentie is. Dat maakt je alleen maar beter. Maar goed, het is natuurlijk wie het beste traint die speelt. Of wie het beste op het veld speelt, die speelt gewoon. Ja. Dus, maar kan jij merken nu dat in het begin was het een vrij jonge ploeg. Er is nu wat routine bijgekomen. Jongens van 31 jaar, een van 36 jaar. Ja. Is dat voor jou, merk je dat in de groep? Nee, voor mij niet persoonlijk. Ik denk dat ik gewoon naar mezelf moet kijken. Als ik blijf presteren, dan ga ik niet uit de ploeg. Presteer ik niet, dan ga ik op de bank en dat is vanzelfsprekend. Ja, dat is wat jezelf betreft, maar in het algemeen de ploeg. Is ADO Den Haag sterker geworden door de geroutineerde spelers? Dat wel natuurlijk. Ja. Er is heel veel kwaliteit bijgekomen, zeker van voor. Dus wat in de Graafschap misging bijvoorbeeld, 4 open grote kansen, die gaan er vandaag allemaal wel in. Dus dat is het verschil met jonge spelers en ervaren spelers. Okay. En momenteel krijgen de ervaren spelers voorrang. Dus aan de jonge spelers om te laten zien dat zij ook de kans kunnen pakken. Oké. Nog even naar het publiek toe. Die hebben een teleurstelling, de eerste thuiswedstrijd gehad met 0-3 tegen Roda JC. Ja. Nu hebben jullie dat echt wel goed gemaakt. Voel je dat ook zo? Ja, ik voel het absoluut. Dag en nacht verschil met Roda. Ik denk dat we onze taken vandaag heel goed hebben uitgevoerd. Linies compact gehouden, attractief voetbal gespeeld. Veel kansen gecreëerd en weinig weggegeven. En 100% inzet. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik. Als je het eronder gaat met een volle bak inzet, dan kan het nog door de beugel. Dus voilà, dat hebben we vandaag wel goed gedaan.